Goedemorgen meiden en jongens. Ik heb een vlag, die ga ik aan de kerk ophangen. En op die vlag staat, houd moed, heb lief. Dat lazen we net ook in de Bijbel, wat God dan tegen Paulus zegt. Als mensen het moeilijk hebben of lang ergens op moeten wachten, dan zeg je, houd moed, hou vol. Nou, deze vlag is mooi om aan de kerk te hangen. Zo. Die hangt. En nou ben ik benieuwd tegen wie jullie zeggen, houd moed. Ik zeg, houd moed tegen de oma van mijn vriendin. Want die ligt met longontsteking en corona in het ziekenhuis. Ik zeg, houd moed tegen mijn oma. Omdat ik weet dat het in deze tijd gewoon heel lastig is om het toch te blijven houden. Maar ik weet zeker dat ze dat kan. Ik zeg, houd moed tegen bijvoorbeeld oma. Want die heeft het best lastig. Wij zeggen houd moed tegen papa, omdat hij zijn enkel gebroken heeft. En daar donderdag aan is geopereerd. Ik zeg houd vol tegen mijn oma in Duitsland. Ik hoop dat ik haar snel weer een keertje mag bezoeken. Ik zeg houd moed tegen mijn oma Perry, omdat ze alleen thuis zit. Ik zeg houd moed tegen Linda. En waarom? Omdat ik de oefeningen moet doen. Ik zeg houd moed tegen oma, omdat ik niet wil dat je corona krijgt. Ik zeg houd moed tegen de dominee, want er komen nog steeds heel weinig mensen in de kerk. Doei! Ik zeg houd moed tegen mezelf, omdat ik op school al die stomme ziektetoetsen moet maken. Hopelijk tot snel! Houd moed allemaal! Houd moed, opa en oma. Houd moed, Gert en Linda en vrienden en familie, opa en oma, omdat ze graag weer alle kleinkinderen en kinderen willen zien. En Fratellina, omdat ze corona hebben en mijn vrienden en vriendinnen, omdat ik ze mis.